Goed, Uwe Majesteit. Ik heb deze kaart getekend, gebaseerd op de briljante wijze waarop ik eerder het kasteel ben binnengeslopen om u te laten zien wat we gaan doen. Het enige wat we hoeven te doen is een paar uniformen lenen om door de voordeur naar binnen te walsen, hè? Nee, dat doen we niet. Echt niet? Eugene, een koning krijgt altijd de beste militaire training. En na het zien van deze kaart kan ik met zekerheid zeggen dat we het kasteel stiekem binnen moeten sluipen. En dit is de beste plek om dat te doen. De Noordoosttoren. De zwaar bewaakte en pas versterkte Noordoosttoren. Want dat zal niemand verwachten. Wat is er nou zo leuk aan iemand voor schut zetten? Vooral de blik in de ander zijn ogen als hij snapt wat er gebeurd is. Dus het is de bedoeling dat je mensen verrast of zo? Het is meer een soort grapje. Maar alleen degene die het grapje uithaalt vindt het lollig. Oh, dus meer als de moppen die papa vertelt? Nee, er komt echt veel meer bij kijken. Je moet zorgen dat iemand iets verwacht en daarna doe je onverwachts totaal iets anders. Het is dus entertainment voor mafkezen. Iets onverwachts dus, hè? Tegen de tijd dat hij wakker wordt, is hij zo uitgerust dat hij niet weet wat hem overkomt. Ik wil dat gezicht van hem wel eens zien. Dat is onverwacht, maar niet erg slim. De kust is vrij. Doe maar wat ik doe, knul. Uwe Hoogheid. Nee. Oh, jongens. Hier komen jullie! Hallo, bewakers. Yes! Nou, zie je wel? Een makkie. Eugene, ik heb je daarnet toch gezegd dat we die uniformen niet nodig hebben. Kom op! Oh ja, let maar niet op mij. Ik ga alleen maar even in mijn hoed schreeuwen, oké? Okay?